leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Vanuit niet Nederland, maar uit Bonaire. Ik ben namelijk gisteravond aangekomen in Bonaire. Samen met mijn zus. Dit is ons uitzicht. Heerlijk. We zitten hier nu een nacht. En we blijven tot hier, tot volgende week maandag. En dan gaat mijn zus weer naar Nederland toe. En dan ga ik weer naar Eva. En dan ga ik daar weer voor de komende week verblijven. We zitten. Zo. Dit is onze kamer hier. Gezellig in bed waar we samen lekker in kunnen slapen. Nou, je stelt ook lekker scherp. Dan hebben we hier gewoon dit. Heel chill. En dan hebben we een koelkastje. En we hebben al wat dingen ingeslagen zo. Dus dat hebben we. Nou, hebben we daar dus de kledingkast. We hebben hier badkamer met wc. Spiegel. Zo, ik lijk heel bleek in dit licht. Lekker douche. En we zaten vannacht dus in een andere kamer. Want deze kamer hadden ze vannacht niet beschikbaar. Ja, we komen net van het strand. Vind ik heel gek. Vandaar dat we nu opnieuw al onze spullen. Tenminste opnieuw. We gaan nu al onze spullen pas uitpakken. En dingen doen. Eventjes langs Maud. Want die is ook net verhuisd. Nu dus ze heeft ook een nieuw appartementje. Dus gaan we daar eventjes langs. En dan gaan we daarna hier weer heen. En dan gaan we ons klaarmaken. Want we gaan vanavond lekker uit eten bij Brasboer. Dus helemaal lek. Nou, lekker een avocado. En we zitten lekker bij Brasboer. Lekker te eten. Heerlijk. De peri. Nou, we hebben nu lekkere ganzen even leven. Leven, lekker krokant. Lekker een boterham erbij. Heerlijk ontbijt. Goedemorgen. Het is vandaag. Welke dag is het vandaag, Saar? Dinsdag. Het is vandaag dinsdag. Wij zijn weer lekker vroeg van de partij. Het is 9 uur. En we gaan lekker af en toe naar het strand toe. We waren super vroeg wakker. Dus we gaan lekker naar het strand. En Maud en Madief komen ook gezellig mee. Dus gewoon lekker bij Sebastian's liggen. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik heb aan deze bikini van Bayou. Dit blouseje van de Zara. En dit broekje van de Zara. En dan doe ik gewoon mijn slippertjes erbij aan. Dus dat is de outfit van vandaag. Nou jongens, inmiddels is het alweer 5 uur. En ik heb de hele dag helemaal niks gefilmd. Excuse. Maar we hebben lekker op het strand gelegen. En we zijn nu even terug. Even lekker gedoucht. Ik ben een beetje verbrand. Maar ik heb al wel een goede tanlijn. Alleen mijn wit. Mijn gezicht is super wit nog. Nu zie je dat echt heel goed. Dus ik hoop dat die ook een beetje gaat bijkleuren. Maar dat duurt bij mij altijd wel lang. We hebben net nog heel veel snel wat boodschapjes gedaan. We gaan vanavond lekker eten bij Kaos. Gaan we lekker sushiboot eten. En daarna nog even een drankje doen. Dus dat is eigenlijk de planning. We gaan zo meteen even lekker chillen. Want we zijn een beetje moe. Dus even lekker chilleren. Och, het licht hier is echt ontzettend. Wij hebben ons klaargemaakt. En we gaan zo alvast naar Kaos. Het is nu 7:15. Maar we zijn al helemaal klaar. Dus we gaan gewoon alvast. Ik heb aan een shirtje. Ook een shortje. Laarzen in een blazer. We gaan nu rijden naar Karel's toe. En dan gaan we lekker de sushiboot nemen. Dat is ongeveer het enige wat bij Karel's wel gewoon lekker is. Mis je een sleutel? Nee? We missen een sleutel. Je liet net wat vallen. Was dat niet de sleutel? In de toiletwas. Nou, we gaan. We zijn even een ijsje gaan halen. We hebben al gegeten. Waar hebben we vergeten dat het dinsdag was? En dat het dinsdag geen sushiboot is. We hebben maar wat anders gegeten. Maar het was nou niet heel erg tenderend. En nu zijn we bij Luciano's. Even een ijsje halen. Dan gaan we daarna naar Mout. En dan gaan we daar de angst doen. Oh, hij staat niet scherp. Nou, lekker. Het is vandaag woensdag en wij hebben er al een halve dag op zitten. En we zijn nu bij 1000 steps aangekomen. Ik ben heel erg overbelicht. Dat gaan we even helemaal niet doen. We zijn nu bij 1000 steps. Ik ben mijn zus een beetje rondleiding en zo aan het geven. En nu dus bij 1000 steps. Ik hoop dat je me kunt horen. We hebben snorkels mee. We hebben een onderwaterhoesje mee. En hier kan je de schildpadden zien. En dit is 1000 steps. En dat is echt een aanrader om hierheen te gaan. Als je hier bent, want je kan hier heel mooi schildpadden spotten.
Nou, wij hebben ons even opgefrist, klaargemaakt. En wij gaan zo weer naar Mau toe, want we eten daar gezellig. Gaan lekker koken en dan daar eten. Ik heb even geen make-up op gedaan. Want daar heb ik echt even helemaal geen zin in. Goed, dit is wat ik aan heb. Topjes van de Zara. Ik heb net dus mijn parfum gespoten en je ziet dus die vlekken. Dat was niet zo slim, maar wat. De broek is van H&M. En dit vestje is van een webshopje. Heet Meet Me There, volgens mij. Dus dat heb ik aan. En wij gaan nu, of nee, zo er vandoor. Kijk, het is nu 42. Ja, we gaan er zo vandoor. Dan gaan we lekker koken bij Maud. Lekker gezet. Goh, ik zie eruit. Oh. Nou, chefkok Maud. Heb je nog een extra les over? Nou, deze met pesto. Oh joh, lekker. Ja? Geef maar. Geef maar. Eet smakelijk. Je nu staat ja. Hoi. We hebben lekker gegeten. Ja. Ik ga pasta. Daar mijn foto plaatsen. Morgen gaan we naar Tropicana. Naar Delphins. Ja, mijn zus en ik gaan al vroeg. Hoe laat? Ja, echt om waarschijnlijk om kwart over negen. Oh, maar ik ben daar, want ik ben om 7 uur. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En wij zijn al wakker. Het is best wel vroeg nog. Het is nu 8:05. Maar we waren lekker vroeg wakker. Dus we gaan zo meteen alvast even de deur uit. Dan gaan we om 9:00 gezellig ontbijten met Vee bij Before Bagel. En dan gaan we daarna naar Delphi in de Tropicana. Dan gaan we daar lekker liggen vandaag. Ik heb dit aan. Een blouseje van Refined Department. Een bikini is van Bayou. En een broekje is van Levi's. En ik hoop dat ik vandaag even goed kan tennen. Want ik moet echt even bruin worden. Nou, inmiddels is het alweer avond. En ik ben de hele dag helemaal vergeten om te vloggen. Dus wij zijn net thuis. We zijn nog even bij Maud geweest. Even een drankje gedaan. Het is nu 11:00. Goed, wij gaan lekker slapen zo. Morgen gaan we willen bij Ocean liggen. Dus dat is de planning voor morgen. Sarah is verbrand vandaag. Niet normaal. Dus lekker het outfitje uit. Het pyjamaatje aan. En naar bed. Zee duimelot. Goedemorgen. Er zit een stuk bord op mijn keel. Het is vandaag vrijdag. En wij gaan dan naar Ocean zo. Het is nu vroeg nog, 8:30. Maar we moeten even langs de supermarkt omdat we even een nieuwe zonnebrand moeten halen. En dan gaan wij lekker bij Ocean in de licht vandaag. Ik heb deze bikini aan met dit jumpsuitje van de Zara. Dus ja, dat. Madelief komt ook nog vanmiddag en Maud komt ook nog vanmiddag in haar pauze lekker lunchen. Dus helemaal gezellig, frikandel. Ze klaar is met de kapper, want Madelief gaat naar de kapper hier. Dus dat is ook spannend. Dus ja, wij gaan er nu lekker vandoor. Nou, lekker eten met de meiden. En Madelief is naar de kapper geweest. Ze heeft haar geverfd. En we zitten lekker bij Ocean. En ik heb een burger. Heerlijk. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en toch? Ja, het is zaterdag en wij zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan er zo vandoor. Want ik ga naar de kapper. Mijn haar is namelijk echt verschrikkelijk dood, dus het moet eventjes gefixt worden. Maar lief was dus gisteren hier naar een kapper gegaan. Daar heeft ze haar geverfd en geknipt en het zag er echt gewoon goed uit. Dus ik ga daar ook maar even mijn haar knippen. Aangezien dat wel weer een keer mag gebeuren. En ik dacht, ik kan het beter hier kort haar hebben.
En dat het dan een beetje kan groeien. Dan dat ik in Nederland heel erg kort haar heb. Dus dit is nu hoe het eruit ziet. Ik heb in het midden ook ergens een gat. En dit er wel afgaat allemaal. Dus dan heb ik weer lekker kort haar. Maar het is denk ik wel gewoon echt even nodig. Aangezien mijn haar gewoon echt dood is. Dus ik heb voor nu eventjes dit aan. Topjes van Zara. Bikini top is van Bayou en deze broek van H&M. Hij is alleen een beetje vies, want ik had hem gisteravond aan. We waren naar het strand gegaan met Jamo na het eten en alles. Dus hij is een beetje vies, maar ik wil er even een fotootje mee maken met dan zo die bikini top erbij. Ik dacht dat is wel leuk. En dan heb ik verder voor op het strand een andere bikini, want we gaan daarna lekker op het strand toe. Dus ja. We gaan er zo vandoor. Sfeerbeelden in de regen. Ik zie mijn haar zit heel kort. Ik ben van de kapper geweest. En het is zo, zo kort. Maar wel leuk en gezond haar. Oh. Ik denk naar een moeke van 13. Nee, nee, het ziet er hartstikke leuk uit, schat. Jawel, het is wel mooi. Het is fris en ik heb het oprecht gewoon zo kort gehad. Over 2 weken is het weer langer. En het is nu gezond. Ja, het groeit nu wel heel hard. Ja, maar kijk, dit bedoel ik. Dus die gaan alle kanten kant op staan. Kind, kijk naar mij. Ja, oh, wat een narigheid. Goed, het regende net echt hand zo hard. Echt een uur lang. Nou, als het niet langer is. Ja, inderdaad, het langer is. En nu komt de zon weer door. Mag ik niet? En we hebben net ook dolfijnen gezien. Superleuk. Die kwamen even langs varen, even zwemmen. Ik vind het mooi. Het staat veel volumieuzer. Ja, het is wel normaal veel meer volume. Heb jij echt dit. Ja, ik heb normaal heel sluik haar. Het is wel veel meer volume. Maar het is gewoon kort en daardoor lijkt mijn hoofd nog groter. Ja, dat vind ik dus echt niet. Ik vind dus, het is wel een mijntje. Lekker. Zou jij nog een mijntje? En ja. Oh, het lijkt net op een bob. We zijn inmiddels klaar om te gaan eten. We hebben even onze helmen hier buiten gehangen. Aangezien ze hebben nat waren geregend. Dus ga ik even afhalen. Zo. Maar goed, we gaan namelijk weer eten bij Drinch Fishes. Helemaal lekker, helemaal leuk. En Sally. Frikandelli. Ik heb aan een jurkje. Ik weet alleen niet wat het van die is. Ik heb mooi aan. Ik heb een jasje aan dit vestje van Meet Me There. En dan doe ik mijn groene Rough Studios tas daarbij. Dat is wel leuk. En ja, ik moet nog steeds echt wennen aan mijn haar. Ik vind het veel te kort. Maar goed. Och, wat een verschrikking. Nou, we hebben ons voorgerechtje. Lekker de tonijn, sashimi. Bereid door Peter. Lekker. 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 Nou, het is vandaag zondag. Ik heb de hele dag niks gefilmd. Oeps. Maar we lagen vandaag bij Sebastian's. Vee is er ook. Mijn zus is er natuurlijk. Dus wij gaan lekker eten zo. We gaan naar de snackbar. Patat eten, frikandellen eten, kroketten eten, de hele mikmak. Ik heb nu dit aan. Lekker simpel. Een broek is van H&M. Top van de Zaar. Dit is van hetzelfde als het van de week. Dus ja, wij gaan er zo vandoor. We hebben met de meiden daar afgesproken. En dan gaan we lekker snackbar eten. Nou, zitten we lekker. Nou, ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei!